Wat win jij toch verschrikkelijk graag? Ja, nou, ik rij hier ook verschrikkelijk graag, maar ik win ook verschrikkelijk graag, ja. Als je dan alleen voorop ligt, dat weet je dan inmiddels, en dan weet je dat je een halve minuut hebt, dan versnel je nog en dat blijf je maar doen. Kun jij vertellen waar dat vandaan komt? Nou, echt versnellen denk ik niet. Misschien ten opzichte van de rest, maar het was meer hetzelfde tempo houden. En het parcours is sowieso ontzettend zwaar. En ja, of dat je nou hard rijdt of langzaam, dan kun je maar net zo goed proberen je eigen tempo vast te houden. En vooral geconcentreerd blijven, want ja, het kan hier wel elke bocht en elke helling verkeerd gaan. Dat maakt het parcours zo zwaar? Ja, maar vooral dat er eigenlijk gewoon geen moment rust in zit. Het is natuurlijk tegen de Koubergen op geen meter vlak. En dan, ja, je kunt bijna niet herstellen en dan moet je wel weer een sprint trekken. In jouw wielerjaar zit ook bijna geen meter rust, hè? Ja, nou, nog heel eventjes dit te doen. Dus vanuit het wegseizoen natuurlijk naar deze doorgetrokken. En ik heb er absoluut geen spijt van dat ik dat heb gedaan. Want het is natuurlijk fantastisch om hier te kunnen rijden en te kunnen winnen. Nog één cross en dan even rust? Ja, dus ik rijd dinsdag nog in Woerden en dan even een rustperiode. En dan weer opbouwen naar het tweede deel van het crossseizoen. Heeft dat ook met je rug te maken? Nou goed, sowieso na zo'n lang seizoen, dan moet je wel een keer rust nemen natuurlijk. Het gaat nu nog heel goed en dan is het wel moeilijk om nu te zeggen van ja, ik stop er nu mee. Maar ja, het is gewoon nodig. En ik weet dat het gewoon het beste is voor het tweede deel van het crossseizoen. En zeker voor het wegseizoen wat er dan weer daarna aankomt. Want waar pak je dit draad dan weer op? Met de kerst ga ik weer het veld in. Ja, natuurlijk wel eerder alweer opbouwen. Maar vooral die basistraining is dan ook weer belangrijk. Dus en dan ga je weer winnen, hè? Dan hoop ik weer verder te gaan met winnen. Want daar leef jij op, hè? Op winnen. Nou goed, kijk, als sporter win je graag natuurlijk. Maar het is ook gewoon wel het leven als topsporter en het fietsen aan zich, wat ik ontzettend mooi vind. Maar ja, dat winnen motiveert natuurlijk wel extra om er stevig mee door te gaan.